Het meisje met de parel. Over de hele wereld vind je afbeeldingen allemaal gebaseerd op dat ene legendarische schilderij van Johannes Vermeer. Ook Shinichi Fukuoka uit New York is helemaal in de ban van het meisje. Deze Japanse professor in de microbiologie volgde het doek tijdens de afgelopen wereldtour. En hij gaat het weer bezoeken nu het terug is in Den Haag. Want al hangt bij hem thuis een mooie reproductie, hij heeft toch liever het origineel. Daarom hebben we, speciaal voor deze superfan, de zaken voor één dag omgedraaid. En zijn appartement natuurgetrouw nagemaakt in het museum. Elsa Aushoorn uit Haarlem en haar vriend Joris Rozenhart willen dat ook wel eens meemaken. Ze doen mee aan de Facebookwedstrijd ter ere van de heropening. En ze winnen. Vervolgens wordt ook hun woonkamer exact gereproduceerd rondom het enige echte doek. Dan is het tijd voor de onthulling. En mag Elsa samen met haar vriend genieten van het echte schilderij in een reproductie van haar huis? Je vindt het origineel in het Mauritshuis.